Hierboven bij die big text, daar is gewoon een ander soort font gebruikt. Of ja, wel die Roboto, maar Roboto wordt niet als paragraaftekst in een stukje gebruikt, hè. Dus dit moet eigenlijk aangepast worden. Hebben we de tekst er al in staan? Even kijken, ja, die hebben we er al in staan. We hebben hier dus een P staan. En wat ik hier eigenlijk ga maken is dus eigenlijk een class voor deze, voor dit stuk. Dus als er meer paragrafen in komt te staan, kunnen die dus allemaal meegenieten van deze class. En die noem ik big text paragraaf. Zo. Lekker een lange naam, maar goed, ik weet precies wat het betekent. Nu ga ik dus naar big text gedeelte en daar zet ik die class neer. En daar moet dus die Roboto font nog in komen. Even kijken. Roboto font uppercase font weight. Dit kan ik maar kopiëren. Alleen margin moet even aangepast worden. Margin 10 pixels, 0 pixels, 0 pixels en 0 pixels. Dus ik heb alleen een bovenkant 10 pixels, dat die ietsjes van die kant afkomt. Font size is natuurlijk ook anders dan die grote tekst. Font size is 14 pixels en hij had best wel een line height, best wel hoog. Line height was 24 pixels. Kijken hoe dat eruit ziet. Dat heb ik nog niet opgeslagen, zie ik. Dus hier zie je dat sterretje nog, hè? Opslaan. Ja, dat is perfect. Nou, nou moet ik eigenlijk overal die margins nog gaan doorvoeren, want ik zie dus dat er bij die twee kolommen tekst, daar zit hij toch wel erg dicht op die op dit stuk eigenlijk, zullen we zeggen. Er mag eigenlijk wel wat verder van af komen te staan. Misschien moet ik dan de twee kolommen tekst aanpassen. Ik weet het niet. Ja, dat zou wel haast moeten dan. Even kijken, hoe hebben we dat hierin? Ja, hij mag eigenlijk wel wat van de bovenkant af, hè? Even kijken, dus dat is dan. Twee kolommen tekst. Die zal hier toch ergens nog wel terugkomen. Ja, hier. Die hebben we wel neergezet, maar die had nog niks. Dus dan zeg ik hier weer margin. En dan aan de bovenkant, ja, wat zou het zijn? 24 pixels. 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels. Kijk hoe dat eruit ziet. Ja, beter. En aan de onderkant mag die eigenlijk ook wel 24 pixels. Dus dan ga je boven, rechts, onder. Dus ook 24 pixels. Ja, beter. Nou, dit is al een stuk beter. Nu heb ik dus ook in mijn voorbeeld een aantal van die stukjes gehighlight, zullen we zeggen. En ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, daar maak je dus een class voor. Die eigenlijk het enige wat hij doet, die class, is eigenlijk gewoon die kleur. En dat die kleur eigenlijk gebruikt wordt. Even kijken. Dan moet ik hierheen. Dus dan gaan we naar algemeen, want dat komt misschien op verschillende plekken in die site terug. Ik maak een nieuwe class aan. Dan zeg ik oké. Oh, dat is de kleur. Green of zo, of groen. En ik weet dat ik twee kleuren groen heb. Dus ik heb straks ook nog een light green volgens mij. Zeg color. Een hekje. Plak die kleur. Nu hebben we die class aangemaakt. En nu wil ik dus eigenlijk een stukje in die bovenste tekst hier van mijn big text. Wil ik dus groen hebben. Nou, hoe krijg je dat voor elkaar?
Je gaat hier bij het woord staan en je maakt een nieuw element aan, dat heet span. Dus met een N van Nico. Spatie, class, green. Driehoekig haakje sluiten. En dan, zoals al die andere elementen, hè, moet je hem ook weer eens afsluiten weer. Stel dat je meerdere woorden wil hebben, dan zet je hem natuurlijk pas achter naar het laatste woord. Maar ik wil eigenlijk maar één woord. En dan zet ik weer slash span. En zo kun je dat dus gewoon doen. Dan heb je dus een stukje groene tekst. Ik zal het even nog een paar keer op verschillende plekken doen. Kun je ook zien dat het met meerdere regels tekst kan. En nu heb ik dus natuurlijk alleen maar groen gemaakt. Maar je kunt natuurlijk voorstellen dat, dat je dit ook gewoon kunt met ja, dat je zegt van oké, alles moet vet gedrukt zijn of zo. Of krijgt er juist wel een lijntje aan de onderkant. Of moet het gewoon een compleet ander font zijn. Dus als ik nu ga kijken hier in mijn browser. Dan zie je dus overal waar ik die span heb gezet en afgesloten dat die dus die tekst groen heeft gemaakt. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, even kijken. Hebben we nu nog meer tekst die we moeten stijlen? Volgens mij... Ja, volgens mij niet. Volgens mij is dat het wel, volgens mij, qua tekststyling. Oh, hier zitten ook nog een paar dingen in. Ik had hier in mijn ontwerp, had ik daar ook groen gemaakt. Maar dat is niet dezelfde kleur groen. Dit is iets donkerder dan wat ik heb gebruikt hier. Omdat dit ook een donkere achtergrond is. Dus ik moet heel even kijken welke kleur dit nou precies is. Dat is die. Dus dan moet ik dus ook een nieuwe class aanmaken. In mijn stylesheet en die noem ik gewoon light green. En die heeft een color. Hashtag of hekje. Punt komma afsluiten. En dan moet ik dus naar. Even kijken. Hey. Oké, dat is niet helemaal goed. Dat is iets blijven hangen van Dreamweaver. Nou staat nou dit scherm altijd in beeld. Even kijken, als ik nou weer een nieuw element typ. Ja, nou is die weg. Gelukkig. Kleine bug van Dreamweaver. Dus nu heb ik die light green gemaakt. Nou, ik kan eigenlijk in die span hier beneden neerzetten. Kijken, dat was hier bij mijn... NAW-gegevens en zeg ik gewoon hier bij die T. Oké, die T die moet een andere kleur zijn. Dus ik zeg span, class, light, green, driehoekig haakje en dan afsluiten. En dit kopieer ik en zet dat ook weer. Nou, zo kopiëren bij de E. En sluit ik hem af. En nu heb ik dat ook al gefixt. Ja, dit is beter. Oké, nou, dat is ook goed. Even nadenken.